En dit is ook iets wat, wat ik MrBeast zag zeggen. Um, iemand vroeg dus: van, hoe ga je snel vira op YouTube? Mm -hmm. Of hoe krijg je meer abonnees of zo? En hij zei dus: als jij een YouTube-kanaal wil hebben en je zit de hele tijd na te denken: ik wil zoveel views, ik moet dit en dit doen. Hij zei ten eerste als advies: gewoon stop met nadenken en begin met uploaden. Ja. Wat zoiets wel goed is. Mm -hmm. Maar hij zei dus ook. Um, Praat pas met mij na je honderdste upload. Na je honderdste video, weet je wel. Ja. Verbeter elke video. Dus de thumbnail, de titel. Ik bedoel, wij hebben ook een beetje advies over gekregen. Na de honderdste video heb je misschien wat views. En dan kunnen we gaan praten. En als je kijkt, MrBeast had iets van... Dit was echt fucking een ziek nummer, ouwe. Ik weet niet meer. Hij had een paar honderd video's. Of 700 of zo. Shit. Dat zei iemand. Ik weet niet meer zeker. Dat zei Casey Neistat. Dat... Ja, volgens mij had hij gameplay video's en shit. Ja. Geweest, en dat die allemaal gewoon geen views pakte. Mm -hmm. En de 701 die ging gewoon gek, weet je wel. En dan, ja, ik en ik of zo, vanaf, da, vanaf dat moment, dan gaan al je video's uh, beter. En dat, dat, dat advies heb ik vaker terug horen komen. Ja. Maar wat jij zei over dus het, het proces filmen, dat, de, uh, dat het niet per se viraal gaat, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk dat de mensen die die shit gaan kijken. Mm -hmm zeg maar zoveel, zo'n betere band met jou hebben dan iemand die een Mr. Beast video kijkt, mm -hmm. dat die kijkers ook gewoon meer waard zijn, weet je wel? Oh, 100%. Als ik een Mr. Beast video kijk, heb ik altijd wel een beetje het gevoel dat ik, <laughs> ah nou, gewoon brain cells aan het verliezen ben of zo. Ja. Maar het is gewoon de hele tijd gewoon pap, pa, Je pa, weet pa, gewoon pa. dat je vanaf elke kant gewoon met opzet gewoon... Ja. Zeg maar, elke, elk geluidje...